De route van tramlijn 1 staat vast en dus zijn de voorbereidingen voor de komst van de tram in volle gang. Ja, ik ben metingen aan het doen voor de tramlijn. Deze tramlijn loopt vanaf het Boterdiep door naar de Noorderstationstraat. Ondernemers uit de Noorderstationstraat zijn helemaal niet blij met de komst van de tram. Blij ben ik niet. <laughs> nee, een tram ben ik geen, zeker geen voorstander van. Ik ben er zeker niet blij mee. Nee. Ik hoop dat wij er niet te veel last van gaan ondervinden. Allemaal leuke aardig, Er moeten een hoop mensen vervoerd worden. Maar ik vind een achteruitgang in de, in de tijd. Ik snap dit ook niet van de gemeenteraad als we voor een tram gaan hoor. Zo ouderwets. Ook zijn de ondernemers bang voor de chaos in hun straat, die ontstaat als de tram wordt aangelegd. Mee klanten die moeten hun spul hier komen ophalen. En dan weet ik dat het heel moeilijk wordt voor sommigen om de zak te bereiken. Als de straten hier maandenlang afgesloten worden, dan, dan ja, zijn de ondernemers slecht bereikbaar. En dus de klanten kunnen niet komen dan. Daar zal ik zeker last van hebben. Alleen ik hoop gewoon dat, ik, dat wij daar een of andere schadevergoeding van kunnen hopen, te eisen of zo. Zodat wij toch de omzet een beetje kunnen compenseren daarmee. Sommige ondernemers vinden de huidige situatie prima. En anderen hebben wel ideeën over een alternatief. Een ander alternatief was geweest een, een gondel. Ja, waar Utrecht naar de primeur is. Daar had hij zeker in Groningen ook wezen moeten. Ik denk dat het met de bus zo ook goed gaat. Dus ik denk eigenlijk niet dat het noodzakelijk is om alles hier open te breken. Deze dingen is, is moeilijk om tegen te houden, weet je, als, het, als ze vinden dat het, dat het moet komen, dan komt hij toch. Maar blij ben ik niet. <laughs> blij ben ik niet.